Hartelijk welkom bij een nieuwe video van WDMTV. Mijn naam is Sam. Mijn naam is Corné. Bij deze. Vandaag hebben wij geen introductie nodig, want nee, we zijn al zo lang bezig. Hè? Ja, echt. Behalve mensen, dan... Schiet gewoon een god nog eens op met die kandidaten bespreken. Dat ja, denken zo, mensen. Ja, zo kan het ook, ja. Nee, behalve dan dat we één keer willen melden dat we ook tijdens dit streamingseizoen van Wie is de Mol natuurlijk gewoon video's gaan maken hier op dit kanaal. En dat we ook een Patreon-kanaal hebben, patreon.com/widmtv, waar af en toe, daar kom ik te zijner tijd wel op terug, extra video's op gaan verschijnen. En daar gaan ook, behalve voor de eerste aflevering, gaan daar ook de Wie is de Mol niet-video's op verschijnen voor de Patreons. Oh, daar steek ik zo idioot veel tijd in altijd, ja, dat ik die eigenlijk voor de Patreons wil bewaren. Heel goed. Alright, en voor de rest maak ik gewoon netjes video's iedere week. Maak je geen zorgen. Nee. Corné, we hebben het vandaag over Nire. Nire! Mooie naam. En Y-R-E-E. Begon jij? Ik heb geen idee meer. Begin maar lekker. Nire. De 36-jarige avontuurlijke Nire woont in Sparendam. En is werkzaam als operational manager bij een e-foil school. Geen idee. Dat sport een belangrijke rol in haar leven speelt, blijkt wel uit haar vele hobby's. Padel. Boksen. Fitness. Snowboarden. Skiën en watersporten. Je dacht, ik maak er toch nog een langere video van, of niet? Als doorzetter weet Nire altijd haar doelen te bereiken. Al heeft ze nog wel eens wat moeite met time management. Al jaren droomde ze ervan om zelf eens aan een spannend en avontuurlijk tv-programma mee te doen. Toen ze de oproep voor The Game voorbij zag komen, daar is die weer, wist ze meteen dat dit haar kans was. Om haar deelname geheim te houden, verzon Nire de smoes dat zij voor een bootshow naar Duitsland moest. Ja, je kunt maar naar een bootshow willen. Ja. Haar levensmotto, durf te leven, weerspiegelt haar gedurfde en avontuurlijke levensstijl perfect. Ja, Nire in één woord. Jeetje mina. Sportief. Ja, denk ik. Sluit ik me aan. Oké, okay, ja. Heel fijn. Weet je wat mij wel opvalt nu eigenlijk? Ik word nooit voor dat soort programma's gekozen. En weet je waarom niet? Nee, weet ik niet. Nou, iedereen zegt omdat van, jij niet padelt. Nee, nou dat sowieso niet. Maar iedereen heeft ook van die beroepen dat je denkt van hoe en wat. Ja. Dan kom ik daarna. Hoi, ik ben Corné, ik werk in de supermarkt. Nou, er komt straks iemand. En die werkt in de supermarkt? Nee, die doet eigenlijk alles wat ik doe. Ja. Niks. Dus, we laten Nire maar even aan het woord. Ja. Dankjewel, Corné. Ik ben Nire, 35 jaar. Ik woon in Noord-Holland. En ik ben operationeel manager bij een e-foil school. Ik ben spontaan. Ik ben ontzettend nieuwsgierig. Ik wil alles van iedereen weten. En ik ben ook bloedfanatiek. Als ik een spelletje speel, dan doe ik dat niet voor de lol. Maar dan doe ik dat om te winnen. Ik ben chaotisch. Ik ben de hele dag door altijd alles kwijt. Tot grote irritatie van mijn vriend. En ik ben gek op dieren. Meid, de minde. Ah, dit is wel lekker. Even zo'n Brabants accent ertussen. Sparendam is er in Brabant? Zoek het op. Zoeken we op. Nu? Ja. Oké, okay, nou vertel jij ondertussen maar wel leuks over foil of zoiets. E-foil. E-foil school. Sparendam. E-foil school. Sparendam. E-foil. Noord-Holland. Nou, daar komt ze oorspronkelijk uit Brabant. Ja. Oh, e-foil is een surfschool. Oh. Dat verklaart wel een hoop. Ja, ja, heel hoop. Maar dat ze dat e-foil noemen en dat dan blijkbaar iedereen al door moet hebben waar het over gaat of zo? Nou ja, bijzonder. I don't know. Yeah. I don't know. You don't know. Weten jullie het wel? En dit is eigenlijk de eerste keer dat ik dit ga zeggen in al die video's. Het is heel raar. Maar wat vinden jullie van deze kandidaat? Hoe ver denken jullie dat ze gaan komen? Laat het eens even weten in de reacties. Ik bedenk me dat allemaal nu pas. Ja. Slecht, hè? Heel slecht. Maar dat krijg je dus als ik al zo lang geen Wie is de Mol video's eigenlijk meer heb gemaakt. Ja. En ze ben je valt uit. Wel mee. Want ben je eruit. Zo lang geleden is dat nou ook weer niet de Maar model. De choreografie kon je wel goed. Ja, ja, het begint steeds beter. Prima, te drie keer, hè? Ja, ja. Oké. Okay. Tot de volgende keer. Ja, ja, je verzint het, je maakt het mee.